Hey visvrienden, Cindy van Engels Sportgebobbel. Ik ben vandaag door Randy van Bergen uitgenodigd om in deze boliefabriek te kijken. En wat gaan we doen vandaag, Randy? Nou, het leek ons wel leuk dat jullie een keer konden zien hoe dat bolies gemaakt worden. Ja, super vet. Zullen we naar binnen gaan? Ja, ik ben benieuwd. Maar wat doen jullie hier dan vandaag eigenlijk? De twee nieuwe smaken zijn we mee bezig. Oh. Die we zaterdag ook bij jullie gaan introduceren. Oké, nou, ben benieuwd. Ja, laten we gaan kijken. Ja. De jongens hebben de geheime ingrediënten in een zak gedaan. En dat wordt nu gemixt in een grote mixer. Een beetje water erbij. En dan krijg je een soort paste. Hey Destiny. Wij staan nu in de productiefabriek. En wat staat er nou achter ons? Nou, wij hebben hier de machientjes voor de thuisdraaiers. Oh. Die kunnen besteld worden via de website, zodat mensen die graag hun eigen bollies willen draaien thuis aan de slag kunnen. Oh, maar dat is leuk. Ja, dat is heel interessant. Hey Destiny, ze zijn ook niet zo groot, hè? Dus makkelijk in de schuur te zetten. Zeker, dit zijn eigenlijk ideale tafelmodellen. Waardoor je makkelijk alle ruimte hebt om lekker zelf thuis te draaien. En zo kan je bij ons ook je ingrediënten bestellen. Oh, maar dat is handig. Dan kan je meteen aan de slag. Ja, alles onder één dak. De substantie is klaar en gaat nu in een bak. Dat gaat zo de verdrukker in. En vanuit die verdrukker wordt er een grote worst gemaakt. En dan gaat hij de loopband op. En vanuit daar gaan ze de bolies maken. De bolies gaan nu via de lopende band omhoog. Die gaan door een oven heen. Daar worden ze afgebakken. En vanuit daar gaan ze terug de loopband op. Hier zijn ze klaar en ze gaan zo meteen de krat in. Daar worden ze een paar dagen in het drooghok gezet en dan zijn ze klaar voor de verkoop. Superleuk om te zien, hè, zo'n hele productielijn. Ja, ja. En zoals gezegd, ik ga met jou een keer een date doen en dan gaan we met Bravo Beats vissen. Ja. Want ik moet nog een hoop leren over karpenvissen. En misschien kunnen we jou nog een hoop bijleren. Dat zou leuk zijn en gezellig natuurlijk. Sowieso. Dus, nou, vond je het een leuke video? Geef ons een duimpje en tot de volgende. Hey, tot de volgende. Hey.